Een docent Nederlands is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Nederlandse taal aan leerlingen, studenten of volwassenen, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Nederlands zal over het algemeen lesgeven binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Nederlands de woordenschat en grammatica van de Nederlandse taal proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Nederlandse taal wordt ook wel de kleinste wereldtaal genoemd. Dit is niet omdat er zoveel mensen Nederlands spreken. Maar wel omdat Nederland historisch gezien een belangrijke rol heeft gespeeld in de wereld. De Nederlandse taal bestaat uit meer dan een miljoen woorden. Binnen Europa spreken ongeveer 25 miljoen mensen Nederlands als moedertaal. De Nederlandse taal wordt voornamelijk gesproken in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook in Duitsland is er een klein deel aan de grens dat het Nederlands leert op school. In België zijn er ongeveer 6 miljoen Vlamingen die de Nederlandse taal spreken. De Nederlandse taal is voor alle inwoners van Nederland belangrijk, omdat het onze moedertaal betreft. Zonder goed Nederlands is het dagelijks functioneren in veel gevallen lastig. Wie niet goed kan lezen of schrijven, zal regelmatig tegen problemen aanlopen. Het is de docent Nederlands die verantwoordelijk is voor het bijbrengen van de Nederlandse taal. De Nederlandse taal kan behoorlijk lastig zijn voor mensen, omdat er makkelijk dt-fouten gemaakt worden. Ook het toepassen van de juiste werkwoorden, zoals leggen of liggen, kunnen of kennen gaat, nogal eens fout. Vooral anderstaligen hebben vaak moeite met de Nederlandse taal. Een docent Nederlands hoeft niet altijd voor een schoolgemeenschap werkzaam te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het volwassenenonderwijs.